Hoi, ik ben Melanie en samen met Marco heb ik een camping in de Auvergne. Dat ligt in het midden van Frankrijk. En wij mogen weer open en daar zijn we zo blij om. We zijn zo blij dat we weer kampeerders mogen ontvangen. En daarom heb ik vandaag een heel kort weetje voor jullie. Dat vinden jullie vast niet erg, want ik denk dat jullie ook heel blij waren toen je weer naar school mocht. Ik was aan het knippen bij de kampvuurplaat, want daar is het gras nogal hoog geworden. Maar daar staat een plantje waar ik jullie iets over wil vertellen. De ratelaar. Het is altijd een beetje moeilijk filmen. Maar op dit moment staat het veld vol met bloemen. Van alles is hier te vinden. Het is prachtig. En in het begin dan kleurt alles geel. Van de narcisjes en de paardenbloemen. Nu werd alles daarna paars. Van de viooltjes. Nu overheerst het wit van de margrieten en de ogentroost. En daartussenin zien jullie nog de viooltjes en dan komt weer de paarse knoop tevoorschijn. Ik laat ze allemaal even een beetje van dichtbij zien. Dat is misschien wel leuk. Kijk, die margrieten die zijn toch echt prachtig, hè? En daaronder die witte bloemetjes die je ziet, dat noemen ze ogentroost. Kijk, ik weet niet of je dat kunt zien. Die zijn heel klein. Heel mooie bloemetjes. En dan daartussen staan de viooltjes. Ook zo prachtig. En de paarse knoop, waar ik het over had. Oh, ik sta zelf in beeld. Kijk, paarse knoop. Zie je? Maar het plantje waar ik jullie vandaag iets over wil vertellen is de ratelaar. Het veld waar we net liepen met al die bloemen, dat ligt hier achter. Dat kun je zien achter de vuurplaats. Links zie je ook nog de Belvedere, het uitzichtpunt. En voor de vuurplaats hier, daar staan vooral heel veel ratelaar. De natuur zorgt heel erg goed voor zichzelf. Wat gebeurt er namelijk? Wij hebben dit veld ooit gewoon laten staan en niet gemaaid. Maar niet dit stukje hiervoor. En de natuur zorgt ervoor dat de grond precies krijgt wat hij nodig heeft. Heeft hij een bepaalde stof nodig, dan groeit daar dus een bepaalde plant. We noemen dat pioniersplanten. En de ratelaar is er ook zo één. En de ratelaar, ik zal er even eentje plukken. Die ziet er zo uit. Zien jullie? Een geel bloemetje. Je ziet ze hier overal tussen de bloemen staan. Ze groeien ook op het grote veld, maar niet meer in zoveel. Hier staan er veel en veel meer, omdat deze grond blijkbaar de stof nodig heeft die de ratelaar in de grond stopt. Zien jullie die gele bloemetjes hier? Deze. Dat is de ratelaar. Eerst bloeit hij geel en dan worden het een soort ballonnetjes. En in die ballonnetjes, daar zitten de zaadjes. Als jullie de bloem van dichtbij kijken van de ratelaar, dan is het net een geel parkietje. Zien jullie dat? Dat is wel heel apart. En om jullie te laten horen hoe de ratelaar aan zijn naam is gekomen, moet ik dit eventjes heel dicht bij mijn microfoontje. Jullie zien die ballonnetjes en in die ballonnetjes, daar zitten de zaadjes. En als je daarmee schudt, horen jullie dat? Dan ratelt dat. En zo is de ratelaar aan zijn naam gekomen. Ik hoop dat jullie dit weer een leuk weetje vonden. Ik ga weer op zoek naar een nieuw weetje voor de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg!